Every time my minion runs, I fall so hard, I come apart, and I can barely breathe. So keep doing what you're doing. I want you closer than my shadow. Well, it's just the two of us all tangled up, it's just too much. Dames en heren, tijd voor mijn eerste gast. Ze scoorde nummer 1 hits met Heaven en het duet met Marco Borsato voorbij. En volgende week komt haar nieuwe single uit. Dames en heren, hier is de enige echte Doe! Kijk eens even, dames en heren, naar het fantastische verhaal van Doe in 2 minuten. Met dit nummer hebben we Dominique van Huls 3 jaar geleden leren kennen. Met haar prachtige versie van het nummer Heaven van Bryan Adams. Ze veroverde in mum van tijd zowel Europa als Amerika. Maar dat muzikale succes was eigenlijk niet gepland. Ik maakte altijd een heel groot verhaal van, ze was proftennis. Ik wilde heel graag proftennis worden. Maar door heel veel blessures heb ik nooit kunnen kijken waar mijn plafond lag. En toen kwam het zingen op mijn werk. Want op 15-jarige leeftijd had Doe tijdens karaokeavonden in het dorpscafé ontdekt dat ze geweldig kon zingen. Iemand van een platenmaatschappij zat in het café en bood haar direct een contract aan. Ze wist alleen nog niet wat ze op het podium moest aantrekken. Eerst dacht ik moet er gewoon raar uitzien of anders. Kijk, dit is een mooi tenutje, zeg. Oh, heel belangrijk is dat ze in 2003 voor het eerst voor een uitverkocht Ahoy zong. Samen met Westlife. Het nummer Heaven werd in verschillende versies op de markt gebracht en bereikte in Amerika zelfs de 3e plaats. Zoveel succes. Af en toe word je er moe van. Miljoenen. Echt wereldwijd, echt miljoenen. En terecht, want het is een all-time classic. Doe geeft zich helemaal als ze zingt. Het is een emotionele ervaring die ze met haar publiek wil delen. Maar het is zo leuk om mensen mee te nemen op jouw reis. En zo denkt Marco Borsato er ook over. In 2004 vroeg hij Doe om samen met hem het nummer voorbij op te nemen. En natuurlijk ook om meteen voor een volle kuip te zingen. Een wereldidee, want de chemie tussen de 2 artiesten bleek gigantisch groot te zijn. En het nummer vloog naar nummer 1. Doe bewees ook met Nederlandstalige nummers een zangeres van wereldformaat te zijn. Wat het mooie is dat die stemmen heel goed bij elkaar kleuren. En ondanks dat Doe nu in het Nederlands zingt, blijf je wel horen dat het Dominique is. Ook het funky Love is Killing Me eindigt de hoge hitlijsten. Dit nummer laat haar stoere en wilde kant zien. Bovendien zie je meteen dat Christina Aguilera niet meer naar Nederland hoeft te komen, want Doe kan het veel beter. Al deze nummers stonden op het debuutalbum van Doe en deze maand komt de lang verwachte opvolger uit. Arrogant? Nee hoor, ondanks al het succes is Doe heel gewoon gebleven. Ik ben gewoon ik en ik maak muziek. En ik is hier vanavond, dames en heren, hier is Doe! Hartstikke bedankt dat je hier was, dames en heren. Geef een hartelijk applaus voor Doe!
ja. Nee. Wat ik net heb aangekondigd. Ik moet het detail zijn. Ik ben gewoon ik. En een paar van die... Hoe zijn die handjes? Handjes in de lucht, ja. En dan is het voor mij zo'n pieter, weet je wel. Weet je, dit is voor mij, maar 43. Welke maat was het 43? Jij was er Rico. Ja, gewoon echt, jongen. Het mannetje was niet blij. Ja. Ik heb maar gewoon een beetje gehad. Ja.